In het filmpje over de economie bij hoofdstuk 1 zei ik al dat examenmakers ervoor kiezen om bij de economie alleen maar naar de Nederlanden te gaan kijken. In dit filmpje gaan we ook even kijken naar Engeland en Frankrijk, maar dan vooral om aan te tonen dat de concurrentie van die twee landen heel erg beperkt was voor de Nederlanden. We houden gewoon de vaste volgorde aan, dus we beginnen even bij Engeland. We gaan eerst kijken naar de Engelse landbouw. Op het Engelse platteland. Daar had de adel, zowel de hoge als de lage adel, heel veel macht. Daar was van oudsher een sterke feodale traditie. Nou ja, en waar leefden die mensen dan precies van? Die leefden eigenlijk vooral van de opbrengst van hun land. En dan niet zozeer van de producten die er vanaf kwamen, dat ook, maar vooral uh, vanwege de pacht en de belasting die erover betaald moest worden aan hen. En door wie werd die pacht betaald? Nou, die werd betaald door de boeren die natuurlijk op dat land werkten. En de meeste Engelse boeren. Hier zien we ze. Die leefden dus niet op hun eigen grond, maar op de grond van de adel. En in Engeland was er op het platteland voor de boeren dus weinig particulier bezit. De grond die je daar ziet was niet in hun handen, maar die was in eigendom van de adel. Wat heeft dat voor gevolgen voor de landbouw? Nou, dat zorgt eigenlijk ervoor dat er in die landbouw vooral voor de lokale markt wordt geproduceerd. De boeren die produceren voor zichzelf. Voor hun familie, voor hun dorp en misschien voor een nabijgelegen stad, maar er zijn weinig producten die echt worden verbouwd om te gaan verhandelen. En daarnaast zorgt het er ook voor dat er sprake is van weinig vernieuwing in de Engelse landbouw. Want ja, de boeren die gaan dat niet per se doen, want die werken niet voor zichzelf, die werken niet op hun eigen grond. Dus waarom zouden die allerlei moeilijkheden uit gaan halen om zich te gaan vernieuwen, als ze toch genoeg te eten hebben? En ja, die adel die gaat die vernieuwing ook niet stimuleren, want die krijgen toch genoeg inkomsten van het grondbezit dat ze nu al hebben. Dus de conclusie van dit verhaal is eigenlijk dat de Engelse landbouw zich nauwelijks ontwikkelt in de 15e en in de 16e eeuw. Hier en daar zie je wel wat gebeuren. Er zijn een uh, paar initiatieven in Engeland van de lage adel, waarbij die edellieden de boeren proberen te stimuleren om toch meer aan gecommercialiseerde landbouw te gaan doen. Om de boeren toch meer producten te laten maken voor de handel. Maar dat blijft dus heel beperkt. Oké, okay, dit is de Engelse landbouw. Hoe zit dat dan met de handel? Nou ja, de Engelsen die gingen eh, zeker in de 16e eeuw over zee toch behoorlijk wat handelen. Maar dat deden zij vooral met de Russen en met het gebied dat bekend staat als de Levant. En de Levant is eigenlijk de oostkust van het Middellandse zeegebied, de poort eigenlijk naar het Midden-Oosten. En Engelse handelaren voeren via de Noordzee in de Oostzee richting Rusland. En via de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee naar die Levant. En in de rest van Europa kwamen zij eigenlijk nauwelijks. Nou, dit voor wat betreft Engeland. Dan nu door naar Frankrijk. Ook weer even kijken hoe het daar zit met die Franse landbouw. En daar zien we eigenlijk een beetje eenzelfde soort landbouw als die in Engeland. Ook daar heeft de adel heel veel macht. Ook daar is dus een sterke feodale traditie. Ook daar leeft de adel vooral van de opbrengsten van het uh, grondbezit. En hebben die boeren, en hier hebben we de Franse boeren, dus ook weinig particulier bezit. Zij werken vooral op de grond van de adel. En dat zorgt er ook weer voor dat er ook hier uh, vooral voor de lokale markt wordt geproduceerd. Ook hier is dus sprake van weinige vernieuwing in de landbouw. Die boeren gaan dat niet uit zichzelf doen, want ze werken immers vooral voor die adel, hebben zij het idee, en die adel die vindt het ook prima, want die krijgen dus een inkomsten uit uh, dat groot grondbezit. Maar hier speelt nog een extra reden mee die ervoor zorgt dat de landbouw in Frankrijk zich niet ontwikkelt. In de 16e eeuw zijn er een heleboel burgeroorlogen in Frankrijk. Die oorlogen tussen die katholieken en die protestanten die verwoesten een groot deel van het Franse platteland. Dus daarom is er ook geen tijd om te vernieuwen of om verder te kijken dan de lokale markt. Want veel boeren zijn al gewoon bezig met simpelweg te overleven. Nou, door die burgeroorlogen is Frankrijk ook eh, in die tijd heel erg op zichzelf gericht, heel erg naar binnen gekeerd. Dus is er eh, weinig sprake van internationale handel. Dus dat kunnen we voor Frankrijk ook even overslaan. En dan gaan we door naar de Nederlanden. En ik zeg dan wel de Nederlanden, maar je ziet het al bovenaan het scherm staan. We gaan vooral kijken naar de gewesten Holland, Zeeland en Friesland. Zoals we in het vorige filmpje al zagen, zijn die gewesten samen met een aantal andere gewesten verwikkeld in de opstand tegen de Spanjaarden. En het rare is dat, hoewel die opstand dus 80 jaar duurt, dat dat voor de gewesten die we hier daarboven zien staan, Holland, Zeeland en Friesland, een periode van economische groei plaatsvond. Aan de ene kant zijn ze oorlog aan het voeren, maar dat gaat niet ten koste van de economie. Sterker nog, de economie groeit heel erg tijdens die opstand. En de vraag is natuurlijk hoe dat kan. Nou ja, daar zijn twee belangrijke redenen voor. En eentje daarvan heeft te maken met de gebieden waar er vooral gevochten werd tijdens die Nederlandse opstand, tijdens die 80-jarige oorlog. Die strijd die vond vooral plaats in de zuidelijke gewesten en in de oostelijke gewesten. Als je op het kaartje hier rechts kijkt, dan betekent dat vooral dat het plaatsvond in de Spaanse Nederlanden, dat oranje gebied, en in de gebieden die op het kaartje wat lichter groen zijn gekleurd. En in Holland, Zeeland en Friesland werd vooral aan het begin van die opstand nog flink gevochten. Maar eigenlijk na 1580 al nauwelijks meer. Dus dat is de eerste reden waarom die drie gewesten ja, toch relatieve rust hadden. en economisch konden groeien, dus tijdens de opstand. Maar er is ook nog een hele andere belangrijke reden die ook direct met die strijd te maken heeft. En dat is namelijk de val van Antwerpen in 1585. We hebben in de vorige filmpjes al gezien dat Antwerpen de belangrijkste handelsstad van Europa was. Het was een heel rijke stad, daar was heel veel kennis, daar was heel veel kapitaal, daar woonden heel veel handelaren en ambachtslieden, want daar was heel veel geld te verdienen natuurlijk. En Antwerpen had zich bij de Unie van Utrecht aangesloten en had zich dus tegen de Spanjaarden geëerd. Maar ja, voor beide partijen was het natuurlijk wel belangrijk om zo'n uh, sterke handelstad in handen te hebben. En in 1585 valt Antwerpen in Spaanse handen. En vanaf dat moment zal Antwerpen ook bij de Spanjaarden blijven horen. En dat is de val van Antwerpen. De reactie erop van de Hollandse en van de Zeeuwse opstandelingen is eigenlijk even simpel als dat die briljant is. Want om in Antwerpen te komen. Moest je via de rivier de Schelde naar die stad toe. Antwerpen ligt niet direct aan zee. En die Schelde, die stroomde ook door het Nederlands grondgebied. En de opstandelingen besloten dus die Schelde af te sluiten. Er kon geen schip meer de Antwerpse haven in of uit. En het gevolg daarvan was dat de handel in Antwerpen helemaal stil kwam te liggen. En dat veel Antwerpse handelaren besloten om dan maar richting andere havens te trekken. En ze trokken vooral naar de noordelijke Nederlanden, de gewesten Holland en Zeeland. En dat deden zij niet alleen omdat daar meer uh, te verdienen was, dat deden zij vaak ook vanwege hun uh, geloof, omdat dat uh, Calvinisten waren. Maar economische gevolg is in ieder geval dat er dus zeker na die val van Antwerpen een heleboel handelaren naar het noorden trokken, naar het Nederlanden trokken. En die brachten een heleboel geld en een heleboel kennis met zich mee. En terwijl de Vlaamse steden daardoor begonnen te krimpen, groeiden de Hollandse steden en de Zeeuwse steden juist heel erg en vooral Amsterdam profiteerde van die val van Antwerpen. Oké, okay, dus zo zie je hoe er tijdens een oorlog ook geprofiteerd kan worden op economisch gebied van die oorlog zelf. Nou, dan gaan we nu eens even kijken naar hoe die landbouw en die handel zich in de Nederlanden dan ontwikkelde. Hoe zag die economische groei er precies uit? Eerste landbouw. En dan zie je ook weer dat ik diezelfde gewesten erbij pak: Holland, Zeeland en Friesland. En dat is dus grofweg het gebied dat ik in die oranje rechthoek heb gemarkeerd. Uh, je ziet op het kaartje dat daar ook veruit de meeste mensen wonen in die tijd. Het is een kaartje van iets later, 1650, maar in de jaren daarvoor waren dat ook al de dichtstbevolkte gebieden van uh, de Nederlanden. Je ziet dat daar ook de meeste steden liggen. En we hadden in het vorige filmpje over de economie, dat van hoofdstuk 1, al geconstateerd dat die Hollandse landbouw zich anders ontwikkelde dan uh, de landbouw in andere gebieden in Europa. Hier kwam een gecommercialiseerde landbouw namelijk heel sterk opzetten. En dat had onder andere te maken met het feit dat de adel hier in tegenstelling tot Engeland en Frankrijk juist heel weinig macht had. Hier was nauwelijks sprake van een feodale traditie. Dat betekende dat veel boeren eigen grond in bezit hadden. Hier was dus wel veel particulier bezit. Ja, en dan zie je dus ook dat die boeren zich toch anders gaan gedragen. En er vindt dus een commercialisering van de landbouw plaats. Boeren produceren dus vooral voor de handel, voor de vraag van uh, die steden die we daar bijvoorbeeld op dat kaartje zien. En ook voor de handel misschien wel met het buitenland. Waarom konden ze dat doen? Nou, dat konden ze doen omdat ze zelf geen graan hoefden te verbouwen, want dat werd uit dat OC-gebied gehaald. Dat was die zogenaamde moedernegotie. En uh, daarom konden zij zich richten op de verbouw van de producten waarvoor de grond in Holland en Zeeland en Friesland wel geschikt was. En dat waren voornamelijk handelsgewassen. En aan wie konden die boeren dan hun producten kwijt? Nou ja, aan de ene kant dus aan uh, de stedelijke bevolking. Uh, omdat die sterk groeide, onder andere door die komst van al die uh, zuidelijke Nederlanders. was daar natuurlijk heel veel vraag naar voedsel. En aan de andere kant nam de handel vooral met dat Oostzeegebied toe. En daar konden dus ook uh, bijvoorbeeld producten naartoe worden verscheept. En dat waren beide dus afzetmarkten voor die Hollandse boeren. Overigens was niet het Oostzeegebied de uh, enige plek waar uh, die, die Hollandse landbouwgewassen naartoe werden gebracht. Want langzaam brand kwamen de, de Hollandse handelaren op steeds meer plekken in Europa. En konden die uh, boeren dus hun producten over een nog veel groter gebied gaan verspreiden. Dan gaan we even kijken naar de handel en de nijverheid. En we hebben weer hetzelfde kaartje erbij. Uh, je ziet als je goed kijkt dat ik nu uh, Frieland heb weggelaten. Want de handel en de nijverheid die concentreerden zich vooral in uh, Holland en in Zeeland. Het grijze gebied hier op het kaartje. En ook daar zien we dus een sterke groei plaatsvinden. Uh, hoe kan dat? Nou ja, alles hangt met elkaar samen. En uh, die van, van Antwerpen die we net al eerder zagen, die zorgde er dus voor dat heel veel handelaren en ambachtslieden dat die met hun kennis en met hun kapitaal hun geld naar het noorden trekken. En zich in Haarlem, in Amsterdam, in Leiden en in al die andere steden vestigen. Om daar hun bedrijf en activiteiten voor te zetten. Dus dat zorgde voor een heel grote impuls van de handel en de nijverheid. En daarnaast was het ook zo dat door die OC-handel, die de basis vormde van al die andere handel, de moedernegotie, dat er daardoor steeds meer handelscontacten kwamen. Dus de handel breidde zich steeds verder uit. Zoals gezegd net al bij de vorige dia, niet alleen in dat OC-gebied, maar langzamerhand in heel Europa. En... Dat zorgde ervoor dat niet alleen de handelaren daarvan profiteerden, maar dat ook de ambachtslieden hun nijverheidsproducten over een groter gebied kwijt konden. En als laatste moet ook even gewezen worden op het beleid van de kooplieden-regenten. En dat begrip regenten, dat zijn we al eerder tegengekomen, in het vorige filmpje bijvoorbeeld. En dat waren hoogoverheidsbestuurders. En in de republiek waren dat dus de leden van het bestuur van de steden, de gewesten. Dat soort zaken. Maar dat waren vaak niet alleen bestuurders. Dat waren eh, koopliederregenten, zoals hier staat. Dus het waren handelaren die tevens bestuurder bij de overheid waren. En wat zij gingen doen, was eigenlijk ervoor zorgen. dat er een, eh, in Holland en Zeeland dan in ieder geval. een gezamenlijke markt ontstond. Hun beleid, hun bestuur. stond voor een groot deel in teken van de versterking van de handel en de nijverheid. Als je dit zo allemaal aanhoort, dan klinkt die economische groei in de Nederlanden. als één groot succesverhaal. Dat was het toch ook weer niet. Want er was in de Nederlanden ook sprake van particularisme en van handelsbelemmeringen. En die twee begrippen die verdienen enige uitleg. Particularisme wil zeggen dat je je eigen belang stelt boven dat algemeen belang. Steden hadden bijvoorbeeld nog steeds allerlei regelingen die goed waren voor de bevolking en de handel van de eigen stad. Maar die daardoor wel schadelijk waren voor de bevolking en de handel van andere steden. Dat zag je in heel veel Nederlandse gewesten toch terugkomen. Ondanks uh, dat beleid van die koopliederigenten die we net zagen. En hetzelfde geldt voor die handelsbelemmeringen. Die vormen eigenlijk een uitwerking van dat particularisme. In de Nederlanden waren heel veel tolheffingen. Uh, de, iedere stad of iedere west had uh, zijn eigen munten. En uh, er waren vaak ook uh, in- en uitvoerrechten die betaald moesten worden. En dat zorgde ervoor dat de handel niet echt uh, vloeiend verliep. Maar ondanks dat particularisme en ondanks die handelsbelemmeringen. kon de Nederlandse economie in de periode 1555-1588 dus al heel sterk groeien. En daarbij was, zoals eh, ik al meteen aan het begin van het filmpje zei. de concurrentie van Engeland en Frankrijk dus heel beperkt. Frankrijk kon zich internationaal nauwelijks roeren. door die vele burgeroorlogen die er waren. De Fransen hadden wel wat anders aan hun hoofd dan te handelen. En de Engelsen handelden wel, maar die deden dat vooral met Rusland en. In nog uh, veel grotere mate met de Levant. En dat waren gebieden waar de Nederlanders nog nauwelijks kwamen.